Alle 10 districten hebben vanmorgen hun districtsplan 2020 aangeboden aan minister Edgar Diekan. De bewindsman zei bij die gelegenheid dat het een wettelijke verplichting is waaraan het ministerie voldoet. DC Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost gaf aan dat de wensen en grieven van de verschillende resorten zijn opgenomen in het plan. Voor Wanica Zuidwest is de natte en droge infrastructuur het belangrijkste. U hoorde DC's Remy Tarnadi, Rubin Diawan, Kenia Pansa en Armand Jurel. Uiteraard is het een wettelijk verplicht document met alle aandachtspunten van de gemeenschap en dat wil ik zo aan u aan. Alsjeblieft. Dank u wel. We zijn het van corona gewend dat ze goede plannen maken. Dank u wel. Mijn naam is Sarah Magna, schoonste district van Suriname. Onze plannen indienen. Het is de wil van het volk, geformuleerd in de resortraadplannen en daarna in de districtraadplannen. Dus alsjeblieft, kijkt u voor dat verder. Dank u wel, DC. Ik zal beter opletten. Namens de districtraad en de Noord-Oost en Zuidwest, die ik in de districtsplannen. U krijgt de rest digitaal. Ja. En ik wil zeggen dat de agrarische sector en toerisme op ons, hoog op onze agenda staat. En Marowijne is het mooiste district van Suriname. En het zal het schoonste district zijn. Dus Saramaka heeft concurrentie. Ja, blij dat te horen. Dank u wel. Want ik zie iedereen praten over schoonste, mooiste. Maar Para is het district toerisme bij uitstek. En onze luchthaven is daar. Zonder Paramaribo, zonder Paracommunity, Paramaribo. Ja, hallo. Dus, u bent... De beleidsopties, ja. Milieu, agrarische productie, toerisme, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg. Dat allemaal is hier vastgelegd. Bij de voorzitter namens de districtsraad. En industriële ontwikkeling? Ook al. Zand. Okay. We gaan glas maken. Dank Volgens minister Diekan zijn alle 10 districten belangrijk voor de ontwikkeling van Suriname. Met het indienen van het districtsplan kunnen de districtsgemeenschappen zien dat hun bijdrage via de DC's terecht is gekomen bij de minister. We zijn heel blij. We zien ook dat elk district toch wel heel belangrijk is voor Suriname. We hebben een beetje een klein spelletje mogen meemaken hier tussen de DC's. Het komt erop neer dat alle districten op zijn of haar eigen manier een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van ons land. Over het algemeen is Suriname heel rijk. Wij moeten dat nu gaan omzetten. Ik denk dat we met ook waarmee de regering bezig is om het instellen van planunits op de verschillende ministeries, dat zeker een bijdrage zal leveren aan het realiseren, meer realiseren, beter realiseren van de verschillende plannen. En we weten ook dat de hoorzittingen, de districtsplannen, meestal een combinatie is tussen wat routinezaken, maar ook zaken die op lange termijn voor de nodige ontwikkeling zullen zorgen. Dat was dus Edgar Diekan, minister van regionale ontwikkeling. Hij sprak vanmorgen na het in ontvangst nemen van de districtsplannen 2020. De overhandiging vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van RO.